Jarop, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag spelen we weer Mindtopia voor jullie. En jongens, het is eindelijk zover. Het is eindelijk zover. Ik ga eindelijk mijn huis in Uptown laten neerzetten. Het heeft even een tijdje geduurd, want er was wat gehussel tussen bouw-CEO's in Cosmopolitan. Het was nogal een chaos. Het was nogal gek. Het was nogal moeilijk allemaal. Maar het is uiteindelijk opgelost. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga er gewoon weer tegenaan. Ik heb gisteren mijn lonen verdeeld van mijn medewerkers. Daar ben ik heel erg blij mee. Alle orde zijn eindelijk op zaken. Alle zaken zijn eigenlijk op orde. Andersom juist. Alle zaken zijn eigenlijk op orde gesteld hier in Cosmopolitan. Het gaat eindelijk wel lekker. Eindelijk weer goed. En ik ben hartstikke tevreden. Vorige keer helaas. Vorige week heb ik mijn geld te laat ingeleverd van mijn van de stad gewoon. Bij de bank, bij Duffy. Waardoor ook heel veel de stockmarket zijn gedaald toen de tijd. En ja, toen was ik nog een beetje chagrijnig geworden, want het was niet eens helemaal mijn schuld. Maar in de video van David kreeg ik wel toen de schuld. Van ja, hij heeft gewoon te laat ingeleverd. Maar ja, naast dat hij dat niet hoort zeggen. Want hè, als je in de stockmarket hoor je nooit eens zeggen. Ja, Apple is heel veel stocks verloren bijvoorbeeld in het echt. En dat komt door dat en dat en dat. Nee, dat gebeurt niet. Het is alleen maar Apple heeft stocks verloren. Maar ja, goed, whatever. Uiteindelijk heeft hij dat gezegd en het is nu eindelijk rechtgetrokken. Deze week heb ik weer goed opgelost zelf. Ik heb gisteren wel heel veel tijd kwijtgeraakt, want het is mensen moeten mij hun boeken inleveren. Hun geld inleveren, voor ik laten zien. En dan een boekje moeten ze inleveren waarin staat hoeveel geld ze verdiend hebben. Bladibladibla. Er waren er een aantal druiven die inderdaad... één persoon heeft helemaal geen boekje ingeleverd. Eén persoon heeft ook helemaal zijn geld niet ingeleverd. En de andere instantie, die heeft zijn boekje fout ingeleverd. Die heeft gewoon letterlijk uitgerekend. Ja, ik heb 6.000 verdiend deze week. Daar is 10% is 1000 en 90% is 5000. Waar dus geen reet van klopt, waardoor ik weer extra moet gaan rekenen. Maar gelukkig is allemaal achter me, is allemaal opgelost. Het is tijd om eindelijk mijn huis in Uptown neer te zetten. Waar ik gewoon lekker kan betalen. En ja, eindelijk lekker een woning heb waar ik in kan wonen. En niet meer dat in Mindtopia, in het F5 gebouw, maar gewoon daadwerkelijk mijn huis kan betalen. Het komt daar ongeveer te staan, in Uptown. Terwijl de meest rijke buurtstad dingetje eigenlijk van heel Cosmopolitan. En ik heb een mooi hoekje, dus ik ga er even naartoe. Ik ga eens even kijken hoe het er allemaal uitziet ondertussen hier in Uptown. Want er wonen al een aantal andere mensen. Het is helemaal uitverkocht hier. Het zijn ook best wel dure woningen. En ik had afgesproken hier met Ihabs. Ihabs is de nieuwe CEO van het bouwbedrijf hier in Cosmopolitan. De derde ondertussen die ik al heb leren kennen. Hier woont het DVM. Ziet er niet slecht uit. Het is wel weer een laggend wijkje. Dat komt natuurlijk door alle 3D boekenkasten die er zijn nog steeds. En wie woont er naast mij? Dat is Weatherlight. Dat is een politieagent of ex-politieagent. En daar heb je hem. Yo, yo. Hey Dylan. Hoe is het, jongen? Nou, gaat goed met jou. Ja, zeker, zeker, zeker. Nou, we hebben hier een plot besteld, een huis besteld. En jij gaat die kunnen maken, zei je. Ja, zeker. We hebben er een heel mooi ontwerp van en het zou neer kunnen neergezet worden. Oké, en wanneer zou dat kunnen ongeveer? Nou, aangezien, nou, binnen 3 dagen staat het er dan, als je betaalt. Binnen 3 dagen staat er dan, oké. En het, ik heb hem al gezien en het kostenplaatje, hoeveel was dat eigenlijk? Dat heb ik nog niet naar gevraagd. 378k. €378.000, dat is een boel geld. Ik heb het niet cash bij me, want ja, de laatste tijd is het een beetje gevaarlijk met cash over straat te lopen. Of in dat pinautomaat lopen beneden bij de bank. Oké, okay. En dan ga ik mooi over hier deze kant op kunnen kijken natuurlijk, hè? Ja, je hebt een balkonnetje als het goed is. Daarom, nou, zullen we even langs de bank lopen dan? Dan gaan we wel even net de weg lopen natuurlijk. Ja. Nou vertel, hoe vind je het hier in Cosmopolitan als bouwbedrijf zijnde? Nou, leuk. Ik was hiervoor industrial, er was eigenlijk helemaal niks te doen. Nee, natuurlijk niet. Ja, sinds ik in Cosmo ben is het gewoon leuk om weer te doen. En ook wat grotere gebouwen natuurlijk, hè? Ja, precies. Eetje Mina, moet wel een beetje oppassen, want je merkt zeg maar hier in dit gebied, zeg maar, hier is best wel laggy. Het komt door alle 3D boekenkasten. Ja, dat had ik ook al door, ja. Ja, dus misschien moet je even kijken, even bespreken met de huiseigenaren. Dan krijg je er gewoon toestemming voor, om te zeggen van, hey, we willen eigenlijk zorgen dat we minder lag hebben. Dus dat de lag vrij wordt door gewoon boekenkasten weg te halen. Ja, precies. En dus daar gewoon... Om het gewoon toegankelijk te maken. Dat jij wat even wat anders maakt. Ja, lagvrij in ieder geval. Ik had zelf in mijn eigen gemeentekantoor. Toen heb ik het allemaal weggeflikkerd, maar gewoon. Want ja, het was gewoon niet te doen, zeg maar. Het is gewoon veel te laggy. Dus even kijken, zal hier een pinautomaat zijn of zo? Waar zit een pinautomaat? Dit zou zijn. Ik weet in ieder geval in mijn kantoor. Huh, ik ben even kwijt. Ja, ik ben... daar ben je. Zullen ze hier een pinautomaat hebben, denk je, in het F5? Mal... We gaan gewoon even kijken. Ja, precies. Het zou wel moeten, joh. Het is een mal. Het ziet er echt mooi uit. Ik ben er nooit binnen geweest hier. Nee, maar, ik eerlijk gezegd ook nog nooit. Nog nooit. Maar ik zie ook geen pinautomaat. Ik zie wel heel veel brievenbussen.
Oh, het is wel mooi hier, maar geen pinautomaat. Het is wel slecht hoor, Joris. Hè? Nee, hier staat beneden staat ook niks. Misschien hierboven. Hé, hey, zit er niks? Ja, pinautomaat, gevonden. Kijk, 300k, hoeveel zou dat zijn? Hoeveel blokken? Zou ik even moeten rekenen? Ik pak ook even een rekenmachine. 300... Nee, hoeveel was het ook weer? 300k, hè? Nee, 325. 378. 378, 1, 2, 3. Gedeeld door 2500 maakt 151 blokken. Dat zijn dus 1 stack, 2 stacks maken 128. 3,5. Ik heb hoofdrekenen is echt voor mij heel slecht geworden, jongens. Het is echt heel erg. In ieder geval, ja, gelukkig heb ik een rekenmachine. Maar oké, gaan we. We doen altijd zo. Dan doe ik even 1, 2, 3, 4 eraf. 100. 20. Dit is 120. Plus 30 maak 150. Dus 30. Dus dan doe ik even 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 maak dit. Oké, en 151 blokken heb ik nodig. 0,2, dan doe ik gewoon daar 2 rode blokken bij of zo. Of nee, is het €300 nog? Dan heb ik het helemaal gehad. Denk ik, ongeveer. Ga eens even kijken hoor, hoeveel blokken zijn dit? Hoeveel is, even kijken. Ik heb nu hier 151 blokken keer 2500 maakt 377.500. Hoeveel moest ik er betalen? 378. 1000. Ja. Oké, dus ook nog 500 Block of Emerald Bats. Oké, dan heb ik dat. Dan ga ik het gewoon hier betalen. Ja, dat kan ik gewoon hier, hoef niet terug te lopen. Hatsenflats. Dat maakt gewoon €378.000. Wat ik even over de tuinbank gooi. Maar hopelijk is het wel, wordt het een heel mooi huis. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, precies. Nou goed, in ieder geval dan ga ik even door meteen. Dan kan ik even mijn andere zaakjes even afhandelen in mijn wetshuis. Want ik moet even meteen door. En jij kan natuurlijk meteen aan de bouw gaan ondertussen. Dus dat is wel fijn. Ja precies, ik zal het omheiningen plaatsen. Ah, dat is wel heel erg fijn man. Hartstikke bedankt. Zo, het ziet er wel mooi uit in het man. Nou, in ieder geval dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook. En tot de volgende keer. Mazzel. Heel hetzelfde. Nou, oké. Dat is iHubs. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. In ieder geval een hele chille gast. Ik heb hem nu 2 keer gesproken. 1 keer was het laten zien waar hij zijn geld moet inleveren voor zijn eigenlijk zijn zaken bij de gemeente natuurlijk. Wat hij elke zondag moet doen. Dus gisteren. Heeft hij netjes gedaan op tijd. Hij heeft een goed boekje ingeleverd. Gewoon op de juiste manier. Het was heel makkelijk te regelen. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat hij het gewoon op de juiste manier gedaan heeft. Dat is gewoon altijd handig dat mensen tenminste weten hoe het moet. Waardoor ik mijn werk kan doen. Niet iedereen had het gedaan, zoals ik al zei, waardoor ik 1,5 uur bezig was met uitrekenen voor anderen. Dat was een beetje kloten, een beetje kut. En de week daarvoor moest ik hetzelfde doen. En toen was ik dus wat gemist bij de stockmarket. Ondertussen ga ik nog even langs de brievenbussen. Want ik ga brievenbussen checken natuurlijk van Cutraxia en van de andere steden. Wat ik natuurlijk ga doen, doe ik onder 2 dagen. Ik heb heel veel mensen naar me toe komen in de server. Deel, heb je al gekeken? Misschien. Ik krijg altijd antwoord binnen 2 dagen. Heb je geen antwoord gekregen binnen naar antwoord? Heb je dan niet je naam blauw binnen 2 dagen? Als Cosmopolitan is, dan ben je helaas niet aangenomen voor Cosmopolitan. Kan ik niet veel aan doen. Dan heb jij gewoon je formulier niet goed ingevuld. Dat spijt me heel erg. Ik ben alleen de weg een beetje kwijt. Normaal gesproken weet ik mezelf wel te oriënteren. Volgens mij is het dikker top. In ieder geval, ja, als jij dus inderdaad geen antwoord gekregen hebt. Dus inderdaad je down blauw is, ben je helaas niet aangenomen voor Cosmopolitan. Dat had in dat je dus inderdaad niet goed je boekje hebt ingevuld. Of de rechten niet hebt. Ik kan er ook niks aan doen, jongens. Ik hou aan de regels, gewoon hier de wet. Je moet level 3 zijn minimaal. Je moet inderdaad minimaal 60k op de bank hebben. En een plot moeten hebben. Niet gehad hebben, nee, maar hebben. Want het wordt allemaal gecontroleerd door mijn wethouders. Die het hartstikke goed doen. Eagle Shooter, dit doet Sanne en zo Sander met z'n drieën. Zij zijn hartstikke goed bezig. Werken echt knijterhard om te zorgen dat jullie heel snel geholpen worden. De plotverkoop doen zij. Ze doen alles eigenlijk voor mij. Het is super handig, die gasten. Dus... echt even een shout-out, een toppie voor hun inderdaad. Dat is echt super tof hoe ze het allemaal regelen voor mij. Waardoor mijn baan een stukje makkelijker wordt. Dus dat is iets wat ik heel erg fijn vind. Dus dat is top. Ik ga even snel sprinten, zo snel mogelijk, richting... eigenlijk Rolandia, het einde. Want daar moet ik betalen of kijken of er inderdaad boekjes zijn die ze moeten invullen. Of ze leuk hoe ingevulde boekjes zijn. Ondertussen heb ik fitheid nummer 80. Ik heb heel veel op het trainen van fitheid. Het is 80, waardoor ik nu lekker hoog ga springen. Dat wou ik graag hebben. 80 vind ik genoeg. Ik hoef niet zo snel te gaan. Ik vind het helemaal mooi zo. En ga zo snel mogelijk naar het einde. Want toen dacht ik, Deel, ga aan je fitheid werken. En dat heb ik gedaan. Ik ben een fitness trainer geweest. Die zei van, nou Deel, je moet dit en dit en dit en dit moet je doen. Waardoor je level omhoog gaat. Dat is allemaal geregeld nu. Waar ik nu level 80 ben. En helaas wordt het nu heel erg moeilijk om nog hoger level te komen. Want ik is zelf heel vaak van daken gevallen toen ik niet zo deze was met fitheid. Dus ik heb heel veel strafpunten met mijn fitheid voor sprinten. Dat houdt in, ik moet 1000 kilometer sprinten. Wil ik weer een leveltje omhoog krijgen in sprinten.
Dat is best wel veel. Dat is best wel kloten. Ik dacht, we gaan het proberen, maar het duurde me veel te lang. Dus ik blijf ongeveer rond level 80 haken. En ik ben ondertussen ook een keer gevraagd om mee te doen met leger. Mijn training. Dus misschien ga ik het een keertje bekijken hoe dat voelt. Nou, we zijn aangekomen hier in Hollandia. In het oh zo mooie, nou mooie. In het huisje waar mensen in dat boek hebben ingeleverd. En dat hebben ze gedaan. Ik zie er weer een paar. Dan gaan we. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, het zijn er best veel. Maar ik ben benieuwd hoeveel ik daarvan aan ga nemen. Daadwerkelijk. Daar gaan we. We beginnen met de allereerste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar gaan we dan. De eerste. Namens, dit is Benter. Fitheid 40. Ik heb geen race gereden. Level 1. Afgekeurd. Hallo, ik ben level. Hallo, ik denk dat ik een level 2 verdien. Omdat ik 6 uur online geweest ben. Ja, daar heb ik niks aan. Race 1, Nick. Die wil hier graag zitten. Inschrijving Cosmopolitan nummer 2 dat hij doet. Race 1, Nick. Plot 3-2-2. Zal de 9000 worden toegelaten. En Cosmopolitan, ik zal ook gaan beginnen. Goede aanmelding. Goed gedaan, Race 1, Nick. Prima. Hallo, beste burgemeester van Cosmopolitan. Ik wil wat eten banaan. Ik ben plot 718. Ik heb 100k op de bank. Alberto eet banaan. Ik ga het gewoon voor het zeker controleren. Alberto. Eet banaan. En die heeft inderdaad meer dan 100k de bank. Dus prima, goede aanvraag klaar. Best King Elim, hoppakee, heb ik niks aan. Kost mijn aanvraag. Ik heb al een plot met huis en zo'n 1. Oké, ik zie geen level, helemaal jammer. Dus die link, wat gaat Cosmo? Ik ben Zidane 10. Zidane 10 heeft mijn skin, dat weet ik tenminste. Level 3, bank had 60k, 216 in Hollandia. Zidane 10, prima aanvraag. Goed opgelet in de video, dat is heel duidelijk. Toppertje. Volgende, ik zou gewoon 2 willen. Het ziet er helemaal stom uit. Het ziet er heel stom uit. Nee, het is helemaal niks. Ik zou deze groep van alles uitleggen van een boekinhoudkantoor. Ik wil het helemaal niet weten wat een boekhoudkantoor inhoudt. Dat kan me niks schelen. Hatsenflat. Zo gaan we lekker snel door al die aanvragen heen. Dan gaan we weer. Aanvraag. It's a Job. Level 3. Bank van de 66. Plot. Mijntopia 201. Hey, It's a Job. Die ken ik. It's a Job? Dat is echt It's a Job. Ja, die heeft al vroeger de hoog level gehad. Dus die heeft inderdaad veel geld. Logic Tiger. Geen maar. We willen plot. Geen. Maar ik wil eentje Cosmopolitan kopen. Dat is niet de bedoeling. Zo werkt het niet, je moet de plot al hebben. Ik hou van je. Ik hou ook van jou aardbeikraft 07. Hallo, ik ben verzekerd. Echte naam Harold. Hallo Harold. Ik zou als consultant dag 1 naar plot 4 en dingen, bankstel dingen, bedrijven. Ja, dat kan me echt geen reet schelen. Ik wil weten welk level je bent, plot Harold. En helaas staat daar niks over in. Dus Harold, als je deze video kijkt, het spijt me, verzekerd. Je bent niet verzekerd in een consultant te komen, want je hebt helaas niet gehaald. Hallo, ik had helemaal niks. Ik heb laatst een aanvraag gelaten. Deze graag negeren, weggooien. Oké, prima. Hallo, ik wil aanvraag Cosmopolitan doen. Levels 3, 60k plus. Plot dingen, Jeffy Dutch. Ik ga even Jeffy Dutch gewoon even controleren. Mijn money, Jeffy Dutch. Oké, volgens mij is het Jeffy zonder E. Misschien. Ja, die heeft genoeg geld. Jeffy Dutch, hartstikke goed. Welkom in Cosmopolitan. Hallo, ik ben Vincent. Hallo, Vincent. Ik was van 200 dat ik wel nieuwsgierig ben hoe het er allemaal uitziet. Ik kan me geen reet schelen dat jij nieuwsgierig bent. Je hebt niet de juiste aanvraag ingevuld. Het spijt me. Nou, we hadden best wel boeken. 1, 2, 3, 4, 5 mensen kan ik blij maken met de inschrijving bij Cosmopolitan. Dat is hartstikke goed, hartstikke chill, hartstikke leuk voor deze mensen om aangenomen te worden in Cosmopolitan. Ga nog even langs de Contractia. Ga ik even langs de winkel kijken of ik bij een winkel een beetje geld heb opgeleverd. Want vanaf nu zijn er ook maskers te kopen voor mij, van Rotjochi. Dat was hartstikke fijn, dat is hartstikke leuk. Ik ben Niels kopen, Niel. Die jongen heet Niels, een medewerker in mijn winkel. Die knijterhard werkt in zijn eentje. En ja, die heeft vorige keer ook lekker uitbetaald. Ik had hem vorige keer had hij 60k winst, mocht je gewoon houden, omdat hij gewoon lekker hard gewerkt had. Vorige keer had ik hem aangenomen in mijn stream. Goed gewerkt, dus dat houdt in dat hij gewoon, ik betaal mensen goed uit als ze hard werken. Dus dat is iets waar ik... wel voor sta, zeg maar. Ga even kijken wat hij verdiend hebt nu. In de kist ligt. Batsie! Een heleboel geld. Legt allemaal lekker weer in mijn kist. Tats, bats. Iets van 200k heeft hij verdiend. Mooi, doet hij niet slecht. Ongeveer de kosten van mijn huis er alweer bijna uit. Dus dat is hartstikke goed, hartstikke fijn, super chill. Dan ga ik even langs Cosmopolitan. En daar ga ik het boek inleveren met mijn wethouders zometeen. Die gaan ook een rondje doen langs alle andere dingen. Maar dat doe ik offline, Philly. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Als je het super tof vond, ik vond het super tof, super awesome, super gaaf. En ja, ik wil jullie gewoon allemaal bedanken voor het kijken. Zie je graag in de volgende video. Laat het als het ziens. En natuurlijk, peace.